Ik zit hier op een prachtige winterochtend met rijp over het veld, midden op het Kootwijkenzand. Prachtig winterzonnetje, dus je zou denken, heerlijk, landschapsfotografie. Maar één van de dingen waarvoor ik hier ben gekomen is voor macrofotografie. Want ook juist als het prachtig berijpt is, als het winter is, zijn er nog een heleboel onderwerpen die ontzettend mooi zijn om te fotograferen. Alleen die loop je heel snel voorbij. Nou, het leuke van macrofotografie is dat je naar een heel klein niveau duikt, dat je bijvoorbeeld mosjes gaat fotograferen, dat je daar ontzettend van kan genieten. Dus ik hoop jullie mee te nemen in een video over macrofotografie en naar jullie in die passie mee te kunnen nemen. In deze video probeer ik zo volledig mogelijk alles toe te lichten wat je nodig hebt bij macrofotografie. Eerste vraag die ik ook heel veel gesteld krijg is bijvoorbeeld van wat voor macrolens kan ik nou het beste kopen? Heb ik eigenlijk wel een macrolens nodig? Statief vind ik zo'n ellendig ding, kan ik niet goed mee omgaan. Nou, ik geef tips over apparatuur, dus wat voor macrolens kun je aanschaffen, waar kun je op letten bij de aanschaf van een body, statief. Dus eigenlijk alle apparatuur die je nodig hebt bij macrofotografie wordt uitgebreid uitgelegd en voordelen genoemd van verschillende eigenschappen. Dus op die manier, als je niet helemaal weet wat je nodig hebt voor goede macrofotografie, dan helpt deze video je daar. Nou, met de juiste apparatuur ter plekke ben je natuurlijk nog niet waar je zijn moet. De vraag is dan nog hoe je het gebruikt en hoe je het instelt. Ik ga in op gebruik van diafragma, gebruik van sluitertijd. Hoe zorg je nu dat je een scherpe foto krijgt? Dat is voor veel mensen een uitdaging. Hoe zorg je voor een rustige achtergrond? Wat voor instellingen kan ik gebruiken? Hoe gebruik ik mijn apparatuur? Hoe zet ik het in? Dus ik leg alles uit om een goede technische foto te maken. Nou is het natuurlijk niet zo dat alleen een technisch goede, correcte foto heel boeiend is. Wil je een foto maken die echt mensen aanspreekt, die misschien wel boven je bank komt te hangen, dan is het ook belangrijk dat er een bepaalde sfeer, een bepaalde emotie in een foto ligt. Nou, ik leg in deze video uit hoe je gebruik kunt maken van licht, van tegenlicht, van kleur, van onscherpte. Allerlei mogelijke aspecten die een foto boeiend maken en aansprekend leg ik uit, ook aan de hand van verschillende voorbeelden. Als je nou enthousiast bent geworden en je hebt zin om lekker aan de slag te gaan, maar je weet misschien niet precies wat je het beste kan fotograferen, wat leuke onderwerpen zijn en wat fotogenieke onderwerpen zijn, dan helpt het laatste deel van de video je daarbij. Het laatste onderdeel ga ik in op wat kun je in de winter fotograferen, wat kun je in het voorjaar fotograferen, wat zijn nou favoriete, populaire onderwerpen, wat zijn minder bekende onderwerpen. En ik geef ook nog wat informatie over hoe je nou het beste je fotografie kan plannen. Waar kun je op letten, hoe time je je fotografie, wanneer moet je nou naar buiten. Al dat soort informatie die je helpt om eens met de agenda erbij een mooie dag te prikken. Die worden behandeld. Dus ik hoop dat deze video je op die manier eigenlijk alles geeft wat je nodig hebt om lekker bezig te gaan met macrofotografie. En ik wens jullie vooral ontzettend veel plezier toe achter de macrolens. Lekker buiten, midden in de natuur. Genieten van het heerlijke weer en van het moois wat er te vinden is buiten.